Het zeewierteelt in Europa bevindt zich in het stenen tijdperk. Het is eigenlijk nog jagen en verzamelen wat we doen met het zeewier. Daar willen we uitkomen. En daarvoor hebben we hier het Zeewiercentrum opgericht om allerlei onderzoeksvragen te beantwoorden. De maatschappelijke uitdaging vind ik heel erg belangrijk. Om te kijken of we alternatieve bronnen kunnen vinden voor voedsel en energie. Landbouwgronden worden toch schaars. Zoet water is schaars. En op aarde is gewoon heel veel zout water. En waarom dat dan niet op een verantwoorde manier op zee doen? Aan de ene kant probeer je hele fundamentele vragen te beantwoorden. Maar wat ook heel belangrijk is, is samenwerking met meer bedrijven. We werken nu al met Hortimare samen. Hortimare verzorgt het uitgangsmateriaal voor zeewier. We zijn in gesprek met andere bedrijven. Maar we proberen duidelijk die samenwerking met bedrijven verder uit te bouwen. Het fundamentele onderzoek, de toepassingen die erbij zitten, de maatschappelijke uitdaging van voedsel en energie. Dat zijn de steekwoorden waar het hier om draait. En los daarvan zijn de zeewieren gewoon prachtig om te zien.